goede avond wanneer je deze vlog bekijkt. Het is vandaag 5 oktober 2019, de dag van de reunie 90 jaar Rijnmond-Mens Schiedam. Zeker. Ja, vandaag hebben we allerlei leuke dingen te doen in de vereniging. En alle oud-leden die de afgelopen 90 jaar hier over de vloer zijn gekomen, die komen gezellig allemaal langs. Zoals je ziet. Ja, we hebben dus de reunie. Ja, dat is wel heel iconisch. Maar ga door, Maurits. En wij gaan zelf ook nog een stukje spelen voor de oude leden, wat ook hartstikke leuk is. Absoluut. We nemen jullie dus vandaag mee door het clubgebouw. We gaan wat vragen stellen aan mensen die al 10 jaar lid geweest zijn, die 30 jaar lid geweest zijn, 50 jaar lid geweest zijn, noem het allemaal maar op. En je ziet het al, het nieuwe, dan wel huidige uniform van de Rijnmond-Mens. En ik loop in het uniform niet daarvoor, maar zelfs daarvoor. En uiteraard hangt deel de collectie binnen, dus daar neem je mee naartoe. Het is nog vroeg, dus alle mensen moeten nog binnenkomen. Maar we lopen even naar onze repetitieruimte. Ik heb trouwens nieuwe apparatuur, dus we moeten er een beetje aan wennen. Daar staat onze scootmobiel. We lopen naar onze repetitieruimte. Die is nu omgevormd tot museum, tentoonstelling, achter iets. Ze komen uiteraard nog terug. Er staan nog mensen, zie ik nu. Maar we lopen even heel snel doorheen, wat er allemaal is. Veel kleurtje, Maurits. Weet je nog wat dat betekent, FL? Dat is onze generatie niet, hè? Ik weet echt niet. Maurits. Oh, Monopoly, FL? Dat is het geld. Schulden, hè? Ja, schulden. Nou, duimpje voor Maurits, jongens. 3 gulden 95. Een Rijnmond-Mens plaat. Ja, 9 dagen. En je wou nog steeds aan de waar kijken we naar? Naar de presentatie van de nieuwe Vectra. Het is nou een oldtimer. Het was in het congresgebouw in Den Haag. Dit was een deal met een Opel dealer, denk ik? Ja. Hoe heette die? Groeneweg? Die man? Die was hoofd van de Opel Nederland. De Opel Vectra. Toen speelden we samen met de Platters en met Jack van Gelder, die presenteerde. Ja. Waar praten we over? 19? Ja, dat is het. 88. Ja, ik heb de leesbril niet opgevallen. En voor de wat jonge kijkers, ik zie daar, zie ik Iseloom. Dat is niet veel veranderd. Deze. Toch? Ja. Is Iseloom. Ja. Dat is niet veel veranderd. Het is nog steeds een veld wat dat zo. Een beetje rondloopt. Ja. Kan je jou ergens aanwijzen, Ed? Waar sta jij? Naar hier? Ja, of ergens op deze foto's. We willen even het verschil zien aan, laten zien aan de kijkers. Ja, dat is een goeie. Hey, iemand zoeken met haar. Hier zit ik naast volgens mij. Maar... ik denk hier. Of hier loopt Leo. Ik heb wel één klein feitje. Ik was de eerste schuiftrombonist van de Rijnmond Band. Ja. En dat was ook in 19? Dat was in 1982 geloof ik. En wat was de leeftijd? Voor mij? Ja. Ja, dat is heel lang geleden, weet ik niet. Ik was toen denk ik 17, 18. Dus 17, ja. Eerste schuifgebonden van de Rijnmond. Ja, met het nummer Ardemansjes. Dus van meneer Vrijsen ervoor. Meneer, waar keek u naar? Wat zegt u? Waar keek u naar? Wilt u ons wat vertellen? Nou, waar zijn we naar ik kijken? Even vertellen. Ik ben eerst fluitist geweest. Eerste fluitist? Eerst ben ik fluitist geweest en dit ben ik toen. Hoe oud was u hier? 17 jaar. En u bent nu, als ik vragen mag? 84. Kijk. Dat is een hele poos geleden. Ja, hè? U bent lang lid geweest van de Rijnmond-Mens? Van de Harmonie moet ik eigenlijk zeggen, hè? Nou, ik ben toen ik 23 was, ben ik verhuisd. Heb ik naar Rijnmuiden, want ik ben bij de datenstiel gewerkt, hooghovers. En daar heb ik in de muziekkorps geweest. Dus toen bent u hier gestopt uiteraard? He? Toen bent u hier gestopt uiteraard? Ja. Toen ben ik naar Muiden ben ik gaan wonen. Heeft u nog meer foto's waar u kunt aanwijzen? Ja. Hier zit mijn vader en moeder nog. Dat is fantastisch. En ik zit ook ergens, maar ik weet niet meer waar, dat weet ik niet meer. Ik heb ook zo'n foto nog. Want ik ken er nog een hele hoop van.
Ik hoop dat u nog veel plezier heeft vandaag. Heeft u veel oude kameraden al gevonden? Nee, helemaal niet. Helemaal niet, nou, die gaan vast en zeker nog ik komen. Ik kende wel één. Ik kende nog eentje, maar die is 94. Het zou zo Joost. Jan Troost. Jan Troost, die zit zeker binnen. Die zit aan de bar op dit moment. Zit hij aan de bar? Die zit binnen. Ja, die ken ik natuurlijk. Nou, die ken ik al jaren. Oké. Okay. Die ken ik al jaren. Dank u. Dank u wel. André, kan je een kleine introductie doen? Wie hebben we hier naast ons? Dit is ons oudste lid, Jan Troost, 94 jaar. Wat hij allemaal beter dan? 94 jaar, dames en heren. Ongelooflijk. Nog steeds erelid, hè? Erelid, ja. Een mooi speltje gekregen van de baas. Kom ik er ook even binnen. Ik wil even kijken hoe dat allemaal ging. Dames en heren, dat was toch geweldig. Jan Troost, ons oudste lid van 94 jaar. Dat hopen we toch allemaal mee te mogen maken. Dat we op zo'n leeftijd überhaupt mogen bereiken. En dat je dan in die gezondheid hier nog kan zijn. In die fysieke gesteldheid. Dus heel veel respect daarvoor in ieder geval. En we gaan nog veel meer verhalen delen. Want het is nog vroeg. Dus blijf kijken. En op deze reunie niet alleen oud-leden en oude uniformen en foto's uit het verleden. Maar ook een bijzonder nieuwe actie, een partnership met Jumbo. Britt. Ja, de Rijnmondband en Jumbo werken samen. Daarvoor hebben wij een actie voor alle Rijnmondbenders. €5 korting bij besteding vanaf €75 bij de Jumbo. Je hebt daar een unieke code voor nodig. Het voordeeltje kan je hier halen als je lid bent van de Rijnmondband. We werken samen. Ook hebben wij dit tasje gevuld van de Rijnmondband. Die kan je hier kopen. Er zitten verschillende dingetjes in. Een shaker, een appel, een flesje water. En die kan je dus kopen bij de Rijnmondband. Dit is geen echte banaan, hè, dames en heren. Dit is een muzikale shaker. Maar ja. De rest is inderdaad eetbaar. En hartelijk dank Jumbo daarvoor, inderdaad. Ja, dat is dus de actie. Ook als je niet lid bent van de Rijnmond bent, kan je natuurlijk gewoon lekker bestellen bij de Jumbo. En welke Jumbo hebben we het over? Jumbo op de Schravenlandseweg is gedaan. En wat hebben we hier? We hebben hier dus een jonge reunist. Jasper! Hey, alles goed, jongen? Kan je even heel kort voorstellen? Ik ken jou, maar de kijkers uiteraard niet. Ja, ik ben Jasper. Ik heb destijds ook met Marvin in de jeugdrijmoment gezeten. Strikje nog gedragen. En is eruit geweest. Waarom ben je eruit geweest? Dat is wel interessant natuurlijk. Ik kreeg een optie om in Praag te gaan werken. Dus ruim 3 jaar, 9 maanden eruit geweest. En inmiddels weer terug in Nederland. Maar vandaag eventjes langs om eens te kijken. De jonge reunist inderdaad. Kijk, we zien wat grijs volk. Dat is helemaal niet gek. Maar ook Jasper is inderdaad. Want je bent, begin 30 nu denk ik? Nou, 28. Nog net niet. Eind 20 ben je, Jasper. Precies. Maar wat zijn de plannen, Jasper? Een beetje rondkijken. Een beetje kijken of je ook mensen ziet die nog kent. Deze mensen niet. Er zijn wel wat mensen van jou en mijn lichting inderdaad. Ik zeg, kijk lekker rond hier. En boven hebben we nog wat nieuwe uniformen, hè? De blazen hok. Als het goed is weet je die nog te vinden. Dus ik hoop het. Dames, mag ik jullie een vraag stellen? Ja. Bent u vroeger lid geweest of bent u de vrouw geweest van? De dochter van de oplichter. Veenman. Veenman? Veenman. Jazeker. Daar ben ik heel trots op. Nou, dat geloof ik. Daar zijn wij ook trots op dat u dan aanwezig bent. Bent u nog ergens te zien misschien op beelden? Wij zien moeder en vader iedere keer. Vader en moeder. U zijn drie zussen? Nee, ik ben de kleindochter. Dat is weer de kleindochter van. Ja. We hebben hier de familie Veenman. Ja. Nou, aangenaam. Ja, kunt u het aanwijzen? Gaat dat lukken? Dit zijn mijn opa en oma, die twee, opa en oma, de oprichter en zijn vrouw, mijn opa en oma dus. Geweldig. En hier is opa ook. Ja, ook de heer Veenman. En ik kwam net nog meer bekenden tegen, ook van de familie. Nee, er zitten een heleboel van de familie zaten daarin inderdaad, klopt. De familie Veenman. Bijzonder dat ik jullie dan tref. Ja, dat is heel erg leuk. Ja. Oh kijk, dit is meneer Van Hofwegen, een oom ook. Ook familie. En zie je allemaal familie. Wat leuk. En mijn moeder nog niet gezien. Volgt u de Rijnmondband nog wel in de toekomst nu? Jawel. Waar bent u onlangs nog geweest? Nee, dat niet.
Nee. Ik heb vroeger bij Wilton Feyenoord dwarsfluit gespeeld, dus ik ben wel erg... In ieder geval wel muzikaal opgegroeid. Helemaal. Dat zeker wel. Dat werd erin gepompt. Nou, dat is niks veranderd hoor. Dat is nog steeds bij de jonge guppen die binnenkomen. Ja, weet ik wel. En Annette Dreugen en Marijke Dreugen, die zaten ook bij Wilton Feyenoord. Je hebt tegenwoordig een andere achternaam natuurlijk, hè? Dus dat is Annette en Marijke. Ja, daar komt ze. Nou, daar hebben we het toevallig over. We hebben het over Annette Dreugen. Ja, nou ja, inmiddels van de Steen. Annette van de Steen, inderdaad. Ik geef niet elkaar. Fantastisch. Geef niet elkaar. Maar wij kennen elkaar weer van een andere vereniging. Veel van Feyenoord. Ik heb het allemaal gehoord. Ja, helemaal goed. Helemaal leuk. Voor heel veel plezier vandaag. Scoren. Meneer Van Pelt, hallo. Ik was u al aan het zoeken. Oh ja, waarvoor? Ja, ik wil wat vragen stellen over een prachtige showopstelling die ik binnen zie. Eerlijk? Nou, ja. Nou, oké. Okay. Ik loop even met u mee. Ja, graag. Goed, kunt u vertellen, wat zien wij hier? Hier zien we... Dit gebruiken we. Ik heb zo'n jaartje of een kleine 9 jaar de shows gemaakt. Met Kees Vogelaar onder andere en met Aten Haan, de eerste jaren. En die heb ik, toen waren we al een jaartje of 3 bezig met shows maken. Toen heb ik deze opstelling gemaakt om gewoon opstellingen te kunnen maken. Dat je zegt van nou, hoe staat dat? Hoe vormt dat? En dan kun je er een plaatje van maken. En dat werkte mee om shows te maken. Maar dit was dus geen hobby. Dit was puur voor de instructie om shows neer te zetten. Ik denk dat we een jaar of 7 dit gebruikt hebben om de shows te maken. Om de opstellingen, die plaatjes ernaast, om de opstellingen neer te zetten. En laten we eens kijken naar de details. Hè? We hebben hier de tamboers. Maar let eens even op. Let op. Een rolletje plakband als bassdrum. Ja. En de bekkens gemaakt van een, wat was het voor, een dubbeltje? Een centje. Het uniform met een kurk. En let op de details, dames en heren. Een woedblok op een trom. Ja, het is toch fantastisch. En hier hebben we dus het showboek. Dit werd gemaakt aan de hand van hoe we het neerzetten. Hè? We hadden de stempels bij. Dat zijn stempeltjes en met die stempeltjes zetten we dat op een blad neer en dan konden we zo dus de shows creëren. En ja, je ziet zoals we het vroeger maakten, kun je hier bekijken en dat deden we met stempeltjes. Met stempels? Ja. Ik was al aan het denken, hoe is het met stempels? Een stempeltje gemaakt, ook weer wel kurk. Even een pijltje uitgesneden en als je dat stempelt, kun je dat zelf weer creëren. En over welk jaar praten we, 19? Ik denk dat ik ben nu 73. Wanneer heb ik de shows gemaakt? Toen we de Russische shows nog draaiden, hebben we zo'n 2 Russische shows ook gemaakt. Dus ja, god, hoeveel jaar was ik toen? Een jaar of 30 misschien. Dus dat is 30 jaar terug. Ik ben 73 nou en ik was toen 30 waarschijnlijk. Dit kunnen de leden van nu niet meer voorstellen natuurlijk. Dit komt nog redelijk herkenbaar voor en dat hebben we nu ook. Maar dat op deze manier uitgezet werd, daar kunnen we alleen maar heel veel respect voor hebben. We kunnen het zo neerzetten van je wagen natuurlijk. Daarom staan al die onderstakjes erop. Kun je gewoon onder elkaar halen. Dus je kunt zelf je opstellingen maken. Hartelijk bedankt voor het verhaal. Leuk. Bedankt voor het verhaal. Ja, okay. We hebben een toevoeging. Hallo. Wie hebben we hier? Ik ben Wendy. Van de Rijnmond Band 3. Ja, en vorig jaar hebben we pas afscheid genomen van je. Dus waar, daarvoor waar. Gewoon Rijnmond. Hey, wat heb je aan, Wen? Ja, dat weet ik niet. Dat ga ik zo eens even op onderzoek uit of iemand mij dat kan vertellen. Van welk jaar het is. De vraag is... Van welk jaar is dit pak? En we gaan op zoek. We gaan op Wendy, zoek. Wendy, zoek iemand uit. Ik ga het even kijken. Hallo. Kijk eens aan. We gaan even op zoek naar iemand die weet uit welk jaar dit pak komt. Kan jij ons misschien daarbij helpen, Bert? Nou, zal ik inschatten, jaren 80? Ben ik redelijk ruim. Ik zal vast zeggen dat we niet het goede antwoord weten. Dus we zijn echt op zoek naar het exacte antwoord. Nou, dat weet ik waarschijnlijk niet, jaren 80. Dat zeg ik dan maar. Ik ga even kijken. Maar ik weet het niet. Ja, ik ga even kijken. Wat mensen. Nee, ik moet het... Sorry? Ja, natuurlijk. Ik ben dat je nu van de Rijnmond bent. Wij hebben eerst al even vragen, want u heeft hier gespeeld. Ik ben hier begonnen toen ik 8 jaar was. Oh, wat leuk. En met wat voor instrument? Ik ben als dwarsfluit begonnen, met het dwarsfluit. Maar dat was geen succes. Toen ben ik overgestapt
naar de Bekkens. Oké. Okay. Daar. Dus u weet misschien iets over de historie van de Rijnmondband, maar weet u uit welk jaar dit pak komt of dit jasje? Of heeft u daar nog in gelopen? Ik heb daar in gelopen, ja. Zeker weten. Maar dan, ja, of ik zou het op mijn fotoalbums moeten terug zien te halen. Ja. Maar ik is het vanuit de harmonie zijn? Of is het al vanuit de tijd dat we Rijnmondband hebben gestaan? Nee. Zeg maar, vanaf de harmonietijd is er een ander jasje heeft er nog tussen gezeten. Okay. Nee, dit is een Rijnmondband. Ja, Rijnmondband. Ja. Dus daar heeft u ook nog in. Ja. En hoe lang bent u lid geweest? 37 jaar. Jeetje, allemachtig. Ja. Hoe ben jij, Wendy? Ik ben 40 geworden dit jaar. En nog steeds spelend lid? Ik heb tot december bij de Rijnmondband gespeeld en sinds 1 januari bij de Rijnmondband 3. Dus met tenor saxofoon. Ook hartstikke leuk. Ja, ja. Dus, nee, daar heb ik. Ik heb. Nadat ik gestopt ben, ben ik eigenlijk nooit. Dit is de eerste keer dat ik weer terug ben. Dat is wel maar wat leuk dat u, ja. Ja, dat u komt kijken. En, ja. Vindt u het leuk? Jazeker. Ja? Zeker. Heeft u al wat oud leden gezien die ook in die tijd. Ik zie hier 100.000 jaar om me heen. Ja, echt waar. Ja, het is echt heel leuk. Heel leuk. Nou, ik vind het ook heel leuk dat u weggekomen, dat u de moeite heeft genomen. Top, Marvin. Dat is helemaal. Absoluut. Nou gaan we eens even kijken naar de volgende verhalen. Okay. Dankjewel. Hartstikke leuk. Bedankt voor uw tijd. Okay. Check. Mogen wij u wat vragen? Nee? Nee, mij niet. Ik denk, nou, ik wilde eigenlijk vragen hoe lang het geleden is dat u hier bent geweest. Oeh, ik ben 50 jaar geleden weggegaan. Echt waar? Ja. En komt u nog uit de harmonietijd? Of heeft u ook op straat gelopen? Daar zijn wij een beetje nieuwsgierig harmonie. Naar. Jong Harmonie. Oh, wat leuk. Nou, wij lopen hier. Oh. Hier, daar. Oh, geweldig. Ja, hier kunnen we het niet. Heeft u ook dit jasje aangehad? Ja, dat kan wel. Hoe kunnen ze uit... Ik weet niet, ik ben in rond 1980 eraf gegaan. En wat heeft u altijd gespeeld? Eerst horn. En toen S6. Ja? En later trombone. Oh, hartstikke leuk. En jullie bij elkaar, heeft u muziek gemaakt? Nou, lol gehad. Ik was de eerste, ik ben een tijdje de beste souvenir geweest. Ja. Ja, ik was de eerste en de enige. Lekker genieten, wij laten u met rust. Hartstikke bedankt voor de tijd. Ik kom eruit, tijd zie je dat je zo doet. Heeft u zelf al gespot trouwens op de foto? Nee. Helemaal in, ga ze even zoeken. Gaat u maar lekker zoeken. Ga u zoeken. Veel plezier, dank u wel. Vroeg van in het... 1980. Dat is dat jasje. Mooie werkfoto's van die tijd. Zie je er mooi uit vandaag. Ja. Oh, jij dat wel. Je vroeg net de datum, maar daarom zeg ik, dat is de ontwerpfoto. Weet je nog die discussie over een vestje? Weet je nog die discussie over een vestje? Ja. Heb je het naar je zin, Ido? Want voor mij de meeste spullen komen uit uw archief. Hartstikke leuk. Ja, het is enig, hè? Jullie hebben er ook werk aan gehad, maar het is superleuk. Artikel op onze reunie. Onze historicus, mag ik je zo noemen, Ido? Ja. Historicus Rijnmondband. Wat zien we hier? Wat zien we hier? Wat wordt er voor artikel? Ja, iemand in het verband, omdat er in dat oude lokaal in de Sint-Andrussestraat regelmatig de plafonds naar beneden kwamen. Stukken van de plafonds. Dus we waren eigenlijk heel erg hard aan een nieuw repetitielokaal toe. Maar dat heeft nog even geduurd. En dit was gewoon een soort... Een oud schoolgebouw. Even een eye-opener voor de gemeente. Door de heer Van Alten, zie ik. Ja. Dat is toen de voorzitter geweest? Ja, hij was voorzitter in die tijd. Ja. Maar het heeft gewerkt, het artikel? Ik neem aan, maar wel. Dat weet je nooit, hè, bij de gemeente. Leuk artikel, Ido. Okay. Hey, Marcel, hoe is het? Als ik jou zie, schijnt de zon. Ik moet even de muziek filmen, maar ik kom jou nou tegen. Wil je nog iets zeggen? Iets leuks? Iets leuks. Ja, je ziet er goed uit. Dankjewel. Heb je afgevallen? Nee. Ja, je bent enig. Maar ik spreek je zo nog wel. Doei. Hallo Marcel, hallo Wendy. Heb je daar je zin? Ja, uit de groeten aan alle ouwetjes hier. Hartstikke leuk. Dat komt helemaal goed. Ik ga de jongens even filmen. Ik sta niet in het gezichtsveld.
genodigden. Voor degene die mij niet kennen, ik ben Jorrit Penninga, ik ben secretaris van de Rijnmondband. En mij is gevraagd om namens het bestuur een woordje te doen bij deze reunie. De Rijnmondband bestaat 90 jaar en wat een bijzondere mijlpaal is dat. Als je zo langs de geschiedenis van de Rijnmondband loopt, hè, in de aula of boven, sta je versteld van de diversiteit en de verschillen die de Rijnmondband in al die jaren heeft gekend. Van fluiten tot hoorns, tot de huidige bezetting. En van burgerkleding tot eigenlijk alle kleuren uniform, tot de huidige uniform met de gele accenten. Toch valt eigenlijk één ding op die in al die jaren hetzelfde is gebleven. En dat is dat de Rijnmondband een vernieuwende club is. Iets waar de vereniging in de loop der jaren volgens mij, zoals dat in het Engels heet, een unique selling point van heeft weten te maken. En dan tot slot wil ik jullie allemaal namens het bestuur bedanken voor jullie komst. En veel plezier wensen bij de rest van de middag die nog gaat volgen. Rond te lopen, bij te praten met elkaar, kennis te maken misschien wel met andere oudleden. En in deze grote samenstelling met allemaal, kan ik toch wel zeggen, hè, wij zijn met z'n allen 90 jaar Rijnmondband en daar mogen we hartstikke trots op zijn. Dankjewel. Nee. Oh, wat leuk. Kijk uit, kijk uit. Ja, het staat erop. Terwijl ik nog een omdreven, komt deze meneer en ik heb het verhaal al gehoord. Dit moet dus een zelfgemaakte fluit zijn. Maar heb je dat goed? Nou, in het begin niet. In het begin dacht ik dat de ouder van Jubel kwamen. Ja. En mijn broer die ging ze namaken. Namelijk. En ik zie eigenlijk niks meer dan een pijpje met een paar borgen. Een pijpje met een stukje kurk, hè, dan kan je nog een beetje stellen. Ja. Een bepaalde hoogte. En dan komt er geluid uit. Dames en heren, dat is toch fantastisch. Dus dit zijn zelfgemaakte pijpenfluiten. Ja, dan praten we dus over 1945, 50, waar moet je? 50, 1950. Zelfgemaakte borgaten. Kom dichterbij met die camera. Gewoon zelfgemaakte borgaten. Dat is toch fantastisch. Wauw, hè? Geweldig. Mijn broer had een mannetje gemaakt. En dan gaatjes boren. En een beetje groter dan de andere. Voor je pink. En een stukje kurk erin hier. Dus een kurkje. Fantastisch. En inderdaad, het ontbrekende uniform hier. Ja, ga ik ook nog even. We hebben even wat paspop hier uitgezet. Het staat binnen wel, we hebben het wel. Maar het ontbrekende uniform hier heeft even meer aan. Zoals een witte blouse. Met een zwarte broek. Ja, ik ga het wel even doen. Oké. Nou, hartstikke bedankt. Beste mensen. Jullie worden allemaal gevraagd om naar binnen te gaan. Nou, het goede nieuws is dat hier is de bar. En het matige nieuws is, hier staat de burgemeester. Maar die heeft ook weer goed nieuws. Want ik wil jullie graag nog namens de gemeentebestuur van harte feliciteren met 90 jaar Rijnmondband. Nou, dat hoef ik jullie niet te vertellen. Een mooi jubileum. Een jubileum waar je trots op mag zijn. Ik zie allerlei generaties. Tot en met meneer Troost, het oudste lid. We hebben het net nog even gefeliciteerd. Hij is 72 jaar lid van de Rijnmondband. Ik wil met meneer Troost afspreken dat we nog een soort bijzonder jubileum vieren over 3 jaar. Voor de Rijnmondband is dat geen jubileum, 93. Wat is dat nou, hè? Maar 75 jaar lid. Ja, dat moet gewoon een feestje opgevierd worden, eerlijk gezegd. Dus dat gaan we even in petto houden. Nogmaals, van harte gefeliciteerd en complimenten aan jullie allemaal. Rob, dit is ook een hele belangrijke taak, hè, tijdens deze dag. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, ja. Kan je even in 5 seconden vertellen wie je bent, wat je doet en wat je voor de Rijnmondband doet? Ik ben Rob Koevermans. Rob Koevermans. Ik loop hier al enige jaren wacht rond. Wacht nou even. Even wachten. En ik doe hier vrijwilligerswerk vandaag. Vrijwilligerswerk? Maar je bent wel lid geweest, Rob? Ja. In welke jaren? Ja, ik kan niet terugtellen. ik ben nu 57. En toen ik 9 jaar was, ben ik lid geworden. Dus ga jij maar rekenen. Drie totaal. Veel kameraden gezien, Rob? Ja, toch wel vandaag. Ja. En,
Ja, een goede opkomst, erg gezellig. We hebben het weer mee. We hebben het weer mee. Ja, we hebben misschien nog wel wat voor de Rijnmond Band 3 wat leden kunnen werven. Kijk aan, kijk, ja, dat is wel een beetje we mogen het niet zeggen, maar de wat oudere mensen, de wat oudere ook leden, die kunnen gewoon lid worden bij de RMB 3. Tuurlijk. Want dan ben je tegenwoordig ook actief? Ja, weer geworden. Rob, ga zo door. Ik probeer het. Rob, ga zo door, hè. Ja, gaan we doen. Bedankt, hè. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het aanwezig zijn bij de reunie. We zien het weer, ik heb er even van uniforms geswitcht. Roland heeft nog wel het huidige uniform aan. Roland, wat een geweldige dag was dit eigenlijk, hè? Ja, was super, super. Hele leuke verhalen gehoord van alle mensen. Mensen die ik nog nooit gesproken had, die toch hele leuke dingen hebben te vertellen over de vereniging. Hopelijk hebben jullie die ook gehoord in het filmpje. Ja. En ja, ik heb genoten. Dus ja. Over 10 jaar weer, denk ik. En ik kan dan weer heel erg genieten van de Roland. Die kan zo ontzettend genieten van een verhaal. We zaten hier net te wachten op Jan Troosten. Jullie hebben het allemaal gezien net in de vlog, of in de vlog, in de video. Ik weet niet hoe ik dit vandaag ga noemen, maar in de video hebben jullie het allemaal kunnen zien hoe inspirerend dat verhaal is. Ja, en dat vind ik dan weer genieten om naar Roland te kijken. Dus Roland, dank daarvoor. Dat vind ik echt leuk om te zien. Roland en iedereen van de PR-commissie, van de werkgroep Reunie, bedankt voor jullie inzet. Super gedaan. Ik zeg 9 jaar Rijnmond Band, op naar de 100. Yes, bedankt voor het kijken. Ik zeg ciao. En Roland zegt... Doei, tot de volgende keer. Ja, doei, kan ook. Hey, dag meneer. Hoi. Zo, nou kan ik hem uit. Hey, vond je dit nou een leuke video? Doe even de duimpje omhoog en check onze Instagram.